Wat hou je het meeste over? Welk verhaal trof je het meest? Nou, welk verhaal? Wel de sfeer in de gevangenis. Want verhalen, ik heb er natuurlijk zoveel gehoord. En dat is zo uiteenlopend. Het een raak je op de ene manier en de andere op de andere manier. Wat me wel bij is gebleven, is dat zeker de eerste paar weken dat ik daar rondliep, is het respect. Het respect voor Menno en het respect naar mij toe. Dat vond ik echt heel bijzonder. Dat echt zulke mannen op me afkwamen en zeiden, gecondoleerd mevrouw. Nou, dat vind ik gewoon echt heel bijzonder. Mocht je je ketting omhouden in de gevangenis? Ja, dat is Menno, hè? Zagen ze dat? Ja. Vroeg ze daar? Ja, sommigen vragen daarnaar, ja. Sommigen hadden zelfs ook tekeningen gemaakt. Ik kreeg brieven, raps, weet je. Het is gewoon heel veel medeleven daar ook. En dat vond ik heel bijzonder. Maar het was voor mij sowieso natuurlijk heel bijzonder om daar rond te lopen.